lijkt mij een moeilijke opgave voor een schrijver om een boek, een verhaal, een roman met een vraag te beginnen en te eindigen met een antwoord op die vraag. Maar zoiets doet Matthäus dus met zijn evangelie. Hij begint zijn evangelie met een vraag en die hebt u vandaag gehoord. Waar is de pasgeboren koning der Joden? En het antwoord op die vraag, dat staat op het einde van zijn evangelie, dan staat er: boven zijn hoofd bracht men een opschrift aan met de reden van zijn veroordeling tot de dood op het kruis. Dit is Jezus, de koning der Joden. En de verhalen die daartussendoor geschreven zijn door Matthäus, die verwijzen naar of lopen vooruit op, of geven aanwijzingen inderdaad, naar dat slot, de dood van Jezus op het kruis. Met andere woorden, als we dus onze Heer, als we Christus willen vinden, dan moeten we op zoek gaan naar mensen die net zoals wij omgekomen zijn. Of in ieder geval een moeilijk leven hebben gehad, die niet begrepen zijn. We moeten op zoek gaan, als we hem willen vinden, bij mensen die wij vastpinnen op hun verleden bijvoorbeeld. Dan word je ook gekruisigd. Je hebt namelijk iets misdaan en dat dragen we je dan een heel leven lang achterna. Dat is ook een vorm van kruisigen. Zoals wij met elkaar omgaan, zal ik maar zeggen, daar zit veel goeds in, maar we kunnen elkaar ook verschrikkelijk veel pijn doen. Onze Heer heeft in zijn leven, de evangelieverhalen zeggen het nooit rechtstreeks, maar altijd door hebben mensen ervaren, wie is die man toch? Wat heeft hij toch een bijzondere, wat straalt hij toch een bijzondere kracht uit? En dat had te maken met het feit, of dat heeft te maken met het feit, dat onze Heer, hij is een van ons hoor, maar dat in hem zichtbaar is geworden wie God is. En dat maakte dat zijn contacten met andere mensen, ja, een andere sfeer schiepen. Dat was anders dan wat ze normaal met elkaar ervoeren, wat ze met elkaar meemaakten. Alsof, ja, nou ja, en dan zeggen we het, denk ik dikwijls, dat is een bijzonder mens hoor. Ja, ze zijn er wel meer hoor, mensen die ons als het ware bijna laten voelen. Ja, wie? Nou, voor mijn part zeggen we dan, het zijn engelen van mensen, dus die brengen ons als het ware dichter bij het geheim van God. Nou, die mensen dus. Maar als we nogmaals onze Heer willen vinden, dan moeten we dus zoeken naar die mensen die dus verschoppelingen zijn. Of als in dat lied staat, groter dan ons hart. We bidden dus, zoals ik al zei, voor mensen die gekruisigd worden, wees niet niemand. Voor mensen die van u verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. Het zijn allemaal mensen waarin we dus Jezus, waarin we dus Christus, waarin we dus het geheim van God als het ware voor onze ogen zien, kunnen aanraken. Voor uw naamgenoten in ons midden, zegt dat lied. Vluchtelingen, vreemden. Voor hen die her en der in de wereld gemarteld worden. Voor kinderen die gedood worden. In al die mensen, kleine en grote, daarin raken wij aan Christus, daarin raken wij aan het geheim van God. Nou, is het vreemd als ik zeg dat wij als christenen, we dragen trouwens de naam van Christus, dat wij als christenen, dat we op zoek zijn naar hem? Dat is toch niet zo vreemd eigenlijk. Alleen, ja, ja, waar moeten we hem vinden? Ja, in ons leven. En is dat dan ingewikkeld? Moeten we dan allemaal als het ware reizen gaan maken, zoals die wijze uit het oosten, om hem eindelijk eens een keer tegen te komen? Nou, ik denk niet dat het hoeft, maar ik weet niet of u het verhaal kent trouwens van die vierde koning. Ik moet het maar heel kort vertellen, maar dat is een legende, hè? Er zou ook nog een vierde koning zijn geweest. Maar die werd opgehouden, dus hij kon niet mee met die drie anderen. En zijn hele leven lang is hij op zoek geweest naar Christus, naar dat pasgeboren kind. En als hij op het einde van zijn leven, moe van al dat gezoek, en hij is de hele wereld rondgetrokken, als hij dan terugkomt en hij reist door het beloofde land heen, en hij komt in Jeruzalem,
En dan is er een mensenmassa op de benen. Hij loopt maar met ze mee. Want er is zeker iets te zien of iets te beleven. En dan ziet hij ineens Jezus aan het kruis hangen. En dan weet hij, hem heb ik mijn leven lang gezocht. En nou heb ik hem gevonden. Maar wel daar aan het kruis dus. Ik vond het prachtig. Het is een prachtig verhaal. Maar goed, ik doe het onrecht door het zo kort te vertellen. Maar maakt niet uit. Wij zijn ook op zoek naar hem. En moeten we daarvoor grote, verre reizen maken? Ja, we doen het wel tegenwoordig, maar het hoeft niet hoor. Het is gewoon om de hoek, zal ik maar zeggen. Het is vlakbij. In elkaar kunnen we onze Heer ook ontmoeten, tegenkomen. Ik denk, als wij mensen op een normale manier met elkaar blijven omgaan, elkaar ook nog zien als mens, en het ook willen zien, als we voor elkaar opkomen, als we goed over elkaar denken, en niet alleen maar het verkeerde van elkaar denken of vinden, als we ook met sympathie over mensen kunnen praten zonder ze alleen maar te veroordelen. We kennen ze niet eens en we hebben ze al veroordeeld. Op zijn minst zou je kunnen vragen, praat eerst even met ze. Dan weet je in ieder geval waarom je ja of nee tegen iemand zegt. Maar ik wil maar zeggen, we hebben onze oordelen soms al klaar. We hebben al iemand veroordeeld. Terwijl, misschien is hij wel in wie we Christus vinden. Of zij, dat weten we niet. Maar we hebben onze mening al klaar. Het stond al vast. Zo is die dus. Zij deugt niet. Nou, die wereld. We kunnen eigenlijk zoveel voor elkaar betekenen als we dat kunnen doorbreken. Als we ons hart laten spreken en onze ogen open houden, zijn er vindplaatsen te over. Amen.